Weet je met wie ik nou wel eens een keer een hapje zou willen eten? Niet zo spelen hoor, maar ik zou met meneer Van der Sar wel eens een keer aan tafel willen zitten, ja, met z'n drieën. Dan wil ik niet voor je koken. Nee, daarom juist maar. En ik begrijp nog één ding, misschien wat allerbelangrijkste, en het, iedereen, de hele wereld valt er inmiddels overheen. Maar waarom zit je Ziyech op rechtsbuiten als het geen rechtsbuiten is? Waarom laat je die jongen niet gewoon op het middenveld zitten? Je Bos die zegt, ik laat hem wennen en dat doe ik op rechtsbuiten. Nou haal jij een speler, die ga je laten wennen. En dan zet je hem op een plek waar hij eigenlijk niet hoort om hem te laten wennen. En dus als ik op mijn werk een nieuwe kok aanneem, dan zet ik hem eerst een half jaar in de bediening, want ik kan niet een beetje wennen. Dingen werken toch niet? Hij pakt niet voor niks van de week die tweede gele. Hij hoort daar niet te voetballen gewoon. Die jongen staat gewoon op een plek wat hij niet lekker vindt en klaar. Ja, precies. Wat mij opvalt gisteren, als je in die communicatie dan ziet na afloop van zo'n wedstrijd. Wees dan eerlijk, weet je. Ga niet op een gegeven moment met een interviewer in discussie over het feit of Ziyech een kloothumeur heeft op het moment dat hij gewisseld werd gisteren. Hij had de tering in, om het op zijn plat Amsterdam te zeggen. Heel simpel. Ik denk dat de klote wel voorbij is gekomen. Wat was de klasse aan de afgelopen week? Ja, afgelopen week. Nee, niks. Resultaat. Ik denk dat de klasse van Ajax, dat hij in jong Ajax speelt. En ik denk dat we met de klasse van Ajax volgende week maar eens in gesprek moeten gaan. Als wij 11 Klaases in een elftal zijn, heb ik het over de mentaliteit. En dan kan hij zeggen in jouw interview dat hij afgelopen donderdag een mindere wedstrijd heeft gespeeld. Maar die zijn bij Davy ver te zoeken. Eind vorig seizoen was hij ook niet op zijn sterkst. Maar door het seizoen heen scoort hij gewoon gemiddeld een 7. Altijd. En hij zal nooit verzaken. Nou ja, het resultaat is het enige positief. Je hebt punten, je hebt PSV bijgehaald. Het enige positief staat, is je resultaat. Je hebt een uitoverwinning in de Europa League. In de Europa League. In de Europa League. Gaan we het ook binnenkort nog eens een keer over hebben. Supporters home. Juist. Ajax en gemeente, meneer, word je wakker? Logo. Ja, zo zijn er nog wel wat dingen. Logo is ook nog steeds een dingetje. Ach, natuurlijk. Natuurlijk is dat een dingetje. En dan kunnen er allerlei mensen lopen roepen dat het allemaal bewezen is dat het prachtig is. Tot ze er wat aan doen. Er zijn ook clubs geweest die hun oude logo in ere hersteld hebben. En dat zouden ze hier ook moeten doen. Ja, jongens. We gaan het zien. Hey, maar even. Met wie gaan we binnenkort een hapje eten? Jij vraagt het aan mij, hè? Weet je met wie ik nou wel eens een keer een hapje zou willen eten? Niet zo'n spelen hoor, maar ik zou met meneer Van der Sar wel eens een keer aan tafel willen zitten, met z'n drieën. Dan wil ik niet voor je koken. Je kan ook met Overmars komen eten trouwens. We hebben kinderstoeltjes. Kijk. Het past wel hoor.